Hey, Lindert. Deze week is het vervolg op vorige week. Dus kijk eerst vorige week voor deze week. Dat is de plaats van vorige week. Wacht, hè. De tweede dag van onze roadtrip. En tevens ook de laatste. Roadtrip. En we zijn te voet op stap naar hoe noemt die brug? Hengelbrugge. De Geierlei Hengelbrugge is de grootste hangbrug van heel Duitsland. Een toeristische trekpleister dus. Maar om daar te geraken moesten we wel nog een eindje wandelen. Een leuk weetje, deze hangbrug is 360 meter lang en hangt over een bergdal dat wel 100 meter diep is. En natuurlijk, zo'n grote brug laten bouwen, dat is niet goedkoop. In totaal 1.200.000 euro. Dat is echt immens veel, daar kun je heel veel hamsters van kopen. De Geierlei hangbrug zou hier ergens in de buurt moeten zijn. Ah, daar. Hoog of niet? Het ziet er super hoog uit. Jongens, het is hier, hè. Oh, Dobby heeft een beetje last van hoogtevrees. Hé, Dobby? Nee, totaal niet. Kijk, Hey, Lennart, jij filmt hier alles, oké? Okay? Ik pak zoiets mijn drone wel, maar doe jij gewoon je ding hier. Hij heeft te veel. Connecting, man, connecting. De Dobby gaat nog met zijn drone vliegen. Noemt dat niet zomaar een drone, ja? Dat is... We gaan die een naam geven tegen straks. We geven die een naam. Ik heb een goede naam voor de Dobby's en een drone bedacht. Zeg het eens. De Ronnie. Deze hangbrug was zo indrukwekkend dat hij echt tot mijn verbeelding sprak. Oké, je moet je even inbeelden dat het geen gewone brug is, maar een poort naar een eng kasteel. Maar natuurlijk zijn wij dapper genoeg om zo'n eng kasteel te betreden. Want een brug over een diep dal, dat schrikt ons niet af. Sterker nog, dat dal, dat moet nog enger. En in dat kasteel, daar vinden we een kikker en als we die een kus geven, dan verandert die in een... Dus een kleine conclusie, de Geierlei hangbrug is echt wel de moeite om eens te bezoeken. En zeker als je hoogtevrees hebt. Tot volgende week. Einde video, vriendelijke groet, Lindert. Hebben jullie de video eigenlijk al gezien waarin ik voor de eerste keer met een drone vloog? Dat was echt een hele toffe. Ik vond dat geweldig. Je moet hem zeker eens zien, echt de moeite. Dus wat? Salut. Tot de volgende. En salut. Dat heb ik al gezegd.